Dan naar Amsterdam, want klimaatextremisten die zorgen daar voor chaos. Ja, inmiddels is bekend dat honderden activisten inmiddels daar bij de stadhouderskade staan en ze hebben het daar geblokkeerd. Ja, ze willen aandacht vragen voor het klimaat. Een heftige actie, want het verkeer kan er niet door. Het geldt bijvoorbeeld ook voor ambulances die daar nu dus niet naartoe kunnen rijden. En de gemeente heeft de actie verboden. Maar de politie en de ME zien we hier ook. Die staan daar, alleen ze hebben die activisten dus niet tegengehouden. En hiermee lijkt de voorspelling van Kevin Kreuger van Forum voor Democratie Amsterdam uit te zijn gekomen. Ze willen zoveel mogelijk overlast veroorzaken. Ze hebben ook gezegd dat ze het geen probleem vinden om de wet te overtreden. Dus ja, ik denk dat ze de daad bij het woord gaan voegen. De gemeente verbiedt deze actie. Heeft u er ook vertrouwen in dat burgemeester Halsema daar ook echt gaat handhaven? Nou, ik moet zeggen, ze maakt wel wat stapjes, maar het is natuurlijk gewoon veel te slap. Ze wil in eerste instantie gewoon de politie erop afsturen. Nou, dat worden allemaal van die fijne de-escalerende gesprekjes. Meneer, wilt u dit niet doen? Wilt u weggaan? Nou, er komt zo'n 1500 man op af. Nou, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat de ME daar gewoon vanaf het begin af aan aanwezig is om in te grijpen als het fout gaat. Ja, de ME is er dus wel, maar tot nu toe is er nog niet veel gedaan. De extremisten hebben aangekondigd om vanaf 8 uur het hele gebied rond het Rijksmuseum te gaan bezetten. Dus zeggen ze, ze zijn nog lang niet klaar. Ja, er worden dan ook allerlei nooduitgangen van het Rijksmuseum geblokkeerd. Nou ja, ambulances kunnen er niet langs. En het is eigenlijk verboden, Wouter. Vind je dat de ME moet ingrijpen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch. Je mag niet demonstreren. De ME wordt erop afgestuurd, doet vervolgens niks. Dat is natuurlijk heel vreemd, want het is een hele belangrijke verkeersader in Amsterdam, de Stadhouderskade. Zeker omdat er allerlei andere, wat kleinere wegen tegenwoordig onbegaanbaar worden gemaakt in Amsterdam. Deze weg moet gewoon open. Dit is gewoon gevaarlijk. En je zou toch denken dat het feit dat hulpdiensten er nu niet langs kunnen toch reden genoeg is om in te grijpen? Ja, maar ja, goed, de burgemeester zal daar ongetwijfeld een afweging over maken. Alleen ja, op een gegeven moment is het gewoon wel klaar, hè? Demonstreren in Nederland is een grondrecht, dat moet kunnen, maar wel via bepaalde beperkingen als die nodig zijn voor de openbare orde en veiligheid. Leegvegen dus. Ja, dat lijkt me wel.